Yes! Op de achtergrond zie je... Oh, wacht, jongens lijken net naakt. Jongens, je ziet er niet uit. Je zit in de onderbroek in te gamen. Ga staan, Demi, Nio. Ik draai mijn cam wel iets. Je ziet er niet uit zo. Oh, wacht, die kan doen. Zo, je zit er niet meer in beeld. De jongens zitten gewoon in een onderbroekje lekker te gamen achter me. Skylanders voor baby's te spelen, toch wel? Oké, nou, wat spelen je FIFA? Je kan ook Minecraft spelen. Ja, is ook hartstikke vet, hartstikke fijn, hartstikke cool. Is ook helemaal niet slecht geweest voor YouTube in Nederland. Nee, zo... Nio, weg! En zoals ik al gezegd heb, ik vind roleplay vind ik nog wel leuk op zijn. Ik ook, als ik het maak, het script en zo, dan leuk, anders is het pureet. Maar, dat zijn de meningen overdeeld. Ja. Maar dan moet je wel een beetje feeling voor hebben, voor een goed script. Kijk, de jeugd vindt het allemaal prachtig. Maar het script is gewoon, ja, het is Ernst Bob in de rest verhaal van Bas en Adriaan. Dat heb je met Vlugge Jaapje in B2. Dat is, ja, maar ik bedoel... Is ook leuk. Escape script is Hollywood waardig. In ieder geval een volwassen script, waar volwassen dingen gebeuren. En dat vind ik leuk, maar gewoon echt kindershit, nee. Maar dat zeg ik wel, dat moet iedereen toch zo weten. Ja. Ik vind het gewoon helemaal niks. Oké. Okay. Nou, ik speel Rio APFC. Ik ken hem niet. Want ik moet een 3-sterren team nemen en die ging Spanje kijken. Nou, er is geen één ploeg in Spanje met 3 sterren. Dat is zo erg. Ja, dat is wel erg. En maar dat is ook niet in Portugal. Het is op 89 gespitst, ik 70. Nou, dat is echt een gat, jongen. En ook nog een, 66 een plus 1 voor een sterren spelen. Als het goed, toch? Is dat? Ja. Maar ja, we gaan gewoon beginnen. En als mensen die kennen de regels, ik moet dus... omdat als diegene die wint, die moet elke keer naar beneden toe. Ik neem deze wel, groen. Ik neem... Ik zou officieel nemen. Ja, hè? Gewoon zo. Ja. Ja. Okay. Yes! Here we go. Here we go. Barcelona. Nou! Nou, lek! Ja, want dat is eigenlijk een beetje... Ja, met, zoals je met het inspelen heb je gewoon lek. Ja. Even kijken, nou. Jij mag aftrappen, Paul. Dus, Dat is de enige keer dat ik de bal heb, denk ik. Nee. AV, FC, ik ken ze totaal niet. Ik ken wel Victoria Guimarães en zo, maar ik pakte deze gewoon. Je voet je altijd tussen van die king, daar word je ook helemaal gek van. Ja, deze spelers zijn zo traag, het moet toch geen probleem zijn voor je normaal gesproken. Nee, weet je nooit. Vorig jaar Crystal Palace ook 3-0 van Manchester City. Ja, maar dat... Hé? Ja! Wat een goal! Ik juich het allemaal. Als je met dit team een lobby met Dele Valli kan lopen... Oh, dat was niet te verdedigen ook, als ik heel eerlijk ben. Nee, een schitterende paas ook, een loppaas en een lop. Wat voor stadion is dit trouwens? Oh, ja, er zitten 15 mannen wel. Oh, ja, je drukt echt wel de goal even zien. Kijk, die heeft een paas. Ja, maar dat was niet te verdedigen, als ik heel eerlijk ben. Maar, oh. Hij is wel lekker. Zo heb ik zo vaak gescoord, echt, het klinkt heel gek. Via de lat ook nog? Nee, gewoon mooi rond. Dropkick genomen. Of zei je dat? Ja. Even is ook nog een goal. Oh, wat slim gedaan. Nee! Wat een goal! Dat deed ik wel mooi om die keeper heen, maar... Uiteindelijk weinig heb je weinig aan als je die scoort. Wat een kans als dat zeg. Wat heb jij gegeten daar in Spanje, Paul? Doelpunten. Nee! Oh nee, wat een kansen! Wat al dat lastige FC, ik ben die naam, Rio. FC Rio. Jezus. Ja, ik tik je wel helemaal gaan natuurlijk, hè. Oh, Paul. Vrij trap nog, maar ik ging er wel vol in. Als je die bal had gehad. Nou, ik kom er helemaal niet doorheen, op een of andere manier. Zijn we mannetjes, hebben ze, is het als Barcelona dit dan? Oh, ik had toch geluk. Ah, kom op, heb ik een renknop in. Kom op nou. Ik kom echt helemaal niet uit, gewoon. Nee. Wat is dit nou voor gezeik? Oh, helemaal weggespeeld door Rio. Wel uit, hè? Dus ja. Ik speel wel altijd uit, ja. Dat is al... Ja, dat mag er net uit, hè. Dacht ik eerst ook dat het invloed heeft op het spel of wat ook voor het publiek, maar dat is niet zo. Het geluid van het publiek en zo. Maar niet op je... Dat het ploeg... Zoals het echt is een ploeg. Zoals RKC uit is lastiger dan thuis, snap je? Dat is een heel groot verschil van Ajax. Maar is dus weer deze game niet gelukkig. Godverdomme! Niet bedoeld daar. Nou, ja, ik krijg nog geel. Die komt, nee. Ja? Ja, nee. Ik krijg nog geel van net. Ja. Nou, Busquets, toch nooit de bal op het spel. Maar ja, Busquets is wel verdediger, dat is kutte. Slechte bal, zou ik zeggen.
poppetjes draaien ook zo traag en zo. Kom op nou! Ja, die zag ik al natuurlijk. Die zag ik al actief te vroeg aankomen! Oh! Kom op! Massa dat op mijn hoofd kwam, hè, van die man. Daardoor heb ik die bal nog. Jezus. Zijn eerste kans, echte kans. Door een fout ook nog van mij. Ja, maar ja, dat is altijd wel een foutje, normaal gesproken. Is er ergens wel een foutje gemaakt? Ja, maar ik heb toen wel mooie aanvallen gehad. Zoals deze. Oh. Hé, hey, Paul. Oh, dat is zo irritant. Die verdediger is zo slecht. Come on! Het enige verschil dat je hebt is dat je beter spits hebt. Dat je, dat ze, ja, maar koppen, ja. Het is niet realistisch. Messi, echt, hoe kan je helemaal koppen als je vrije ruimte hebt? Niet tussen twee mannen in. Slaat hem. Je drukt gewoon, maar er gebeurt gewoon niks. Ja, ging wel lekker. Ja, maar ja, je drukt gewoon, je hebt een voorzet en ik heb mijn mannen staat erbij, die is twee keer zo groot. Het doet gewoon niks. Dat is alleen maar dat iets als een FIFA, dat is niet realistisch. Ja, Messi kan koppen, vrije ruimte. Maar hij is geen Ronaldo ofzo. Hij wint echt dat ze de kop er wel nooit, gewoon nooit. Dat hij te klein is. Nee, niet weer. Wie? Paal. Fuck! Nou, het zijn nog geen aanvallen, het is gewoon alleen maar lucky bij FIFA. Hè. Voorzitter geven en hopen dat je een 140 keer een rondje drukt en hopen dat je de kop wel wint. Nou. Nog geen uitspeelde aanval. Kom op! Echt gewoon. Vier, fuck. Ik had zeker drie goals moeten hebben. Lekker combinatiespel. Met Ajax wel. Wat? Lekker Ajax wel mijn combinatiespel. Alleen dan aanvallend. Maar Ajax doet gewoon tikkie niet achterhelden. Dus kom op nou! Dat vindt Frank de Boer het Ajax spel. Tikkie naar achteren. Het liefst zo langzaam mogelijk. Liefst ook zonder enige kans te creëren. Staat er niemand ervoor eigenlijk, vind ik. Oeh. Ik werd er in mijn rug geduwd, hè, trouwens. Kom op. Hè? Huh? Mijn mannetje bleef stil, zag je het? Ja. Oh, nee. Ik had niet verwacht dat je ineens acties ging doen. Oh nee! Fuck! Je hebt niets te klagen met die standpunt, zeg FC Rio. Oh. Ja, met een ander poppetje speel, schiet ik veel harder. Nou, die schiet hem op de paal, een open kans gewoon. Ja, en nu? Hij gaat gelukkig. Ze proberen wel op voorsprong te komen. Dit was een kans hoor. Ja, mag het ook. Counter. Countertje gewoon, hè. Countertje? Ik had stond vrij. Van vol druk. Dan sta je continu weer gewoon. De hele wedstrijd al, hè. Tegen FC Rio uit. Met de beste... Kom op nou! Jezus, ja. Ik zal. Je kunt je kop er onderdoor. Ja, maar ik ga echt. Dit verlies ik alleen maar omdat jij gewoon slecht bent in FIFA. En alleen maar dit kan. Dat zijn drie sterren weg, Barcelona. En ook moet je gewoon winnen. Maar het staat ergens op je dookronde vandaag. Ja, ik had dat nooit verwacht. Ik vind Sweetie nog minder erg dan dit. Want ik vind Sweetie, of Sweaty, hoe dat heet. Dat is gewoon nog een aanval opzetten. Maar elke keer gewoon. Dit kan ik niet. Ik druk gewoon, maar er gebeurt gewoon niks. Jouw vissen zijn natuurlijk overpowered met koppen. Tegenover drie sterren. Ja, maar jij dook wel onder vandaan, zag je? Ja, je mag hem juichen, het zal weten. Maar jij, die vorige wedstrijd die ook won, ook tegen 3,5 ster toen, was ook alleen maar kopballen. Je had alleen maar kopballen als ik won. Kut sas, hè. Kut kopballen, hè. Wat een pure ace. Totaal onverterecht ook. Dat is nog wat ergste, toen. Zoveel kansen krijgen. Maar ja, ik kan niks doen. Ze schieten gewoon niet beter in de poppetjes. Wat is dit nou? Want ik word mannetje ook niet! Ik word mannetje niet! Oh, jezus. Zag je? Ja. Dat kon je niet doen, hè? Want mijn mannetje ook niet. Scheids! 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 Dat is een overtreding! Dit is ook obstructie daarna. Oh! Nou,
Heb je echt mazzel, joh. Dat is mannetje zo. Ah! Ja, je hebt rood. Ja. Kutzooi! Vlak voor tijd. Precies, dingetje ook. Godverdomme. Busquets, ja, kijk nog even. Nou, precies, de enige die overtreding had gemaakt. Hoi. Dat wil alles liever spelen. Ja, dat snap ik. De enige kans die je hebt gegeven. Nee, ik had ook via de zijkant toch een... Ja, maar hopelijk dat je goed edit, dat mensen echt kunnen zien. Ik had echt 6 goals moeten hebben of 5 voordat jij überhaupt een goal had. Ja, dat wel, hè. Ik kan ook niet in het spel. En dan 2 types kopballen, ja, dat is natuurlijk puur kut. Dat is niks. Ja, nee, nu moet ik risico nemen. Ik lever ineens de bal in mijn pan. Ik weet niet waarom mannetje niks deed, die bal. Nee, ik verlies eigenlijk nu door jouw onkunde in FIFA. Dat je niet alles kan dan een kopbal. Wat is dit dan weer? Tjonge jongen. Oh! Tjonge jongen. Mooie goal van ons. Te laat joh, veel te laat. Heel lang is het dan. Heel lang is dat bezoek. Jezus. Hij schiet niet helemaal. Dat is frustrerend hoor, zo spelen. Als ik gewoon 5, als ik nu met Barcelona tegen de Rio had gespeeld, had ik gewoon echt 15-0 geworden. Het is natuurlijk echt zo verschillend. Ik ben wel blij dat ik, maar ja. Nou ja, ik weet niet welk team je anders had moeten kiezen met 2,5 ster. Wow. Dus ja. Nou, kijk, de eerste goal alweer een goal. Ja. Nou ja, even kijken, de stats. Doe eens weg, ik wil de stats verzien. Statistieken zeggen niet alles. Nou, heb ik nog een paar keer niet geschoten. De kans dat. Ja, ook wel, maar ik heb gewoon 15 schoten gehad, 14 schoten. Palen ook nog, hè. Bij 1-1 ja. Stand. Oh ja, dat klopt. Ja. Heb ook nog, ja. Dat stond gewoon 1-1 toen. Ja. Wat al geflatteerd. Maar ja, volgende keer mag ik wel weer omhoog. En dan wordt het makkie, denk ik. Als ik, nou, dan moet ik naar 3,5 ster. Ja. Of een, moet hij nou een hele ster omhoog? Half? Ik weet nee, niet. De halve. Oké, okay, dan moet 3,5 ster. Ja, moet kunnen dan. In ieder geval weer wat betere spitsen. Maar ja. Like cool. This shit. Bye bye.